Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Adviesgroep Mulderijverzekeringen, Danny Schilderwerken, Drukkerij Ballast en Hilbrink, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, Hogeveen Mannenmode, A28 Personeel en Opleidingen, ING, Tankstation Klok, Albert Heijn Overijn en de Businessclub Hogeveen. Ja, Michael Mol, 3-0 nederlaag, maar toch sta je hier niet echt teleurgesteld gezien de andere resultaten. Nee, zeker niet. Je hebt, door een uur lang doe je mooi mee met Hogeveen. En, helaas staan we weer aan de verkeerde kant van de streep. Ja. Ik vind wel dat je met een uur lang het wel een beetje ruim inschat, hoor. Ja, oké. Misschien is het inderdaad net na rust. Krijg je nog een kansje. En daarna ja, dan pakt Hogeveen inderdaad wel de overhand. En ja, dan moet je eigenlijk de hele tweede helft wel een beetje achteraan. Ja, dat klopt. Ja. En toch mis ik een beetje bij jullie de beleving. En jullie voetballen een beetje alsof er niks meer op het spel staat. Ja, nou ja, maar ja, misschien lijkt het inderdaad zo. Maar ja, we weten echt allemaal wel donders goed dat we nog een punt moeten halen. En ja. Ja, nee, ik denk niet dat dat bij ons in de kopjes heeft aan het doen voor alleen. Want daar staan wij ook niet zo voor op de lange lijst dat we het zo in kunnen doen. Dus nee, dat denk ik niet dat dat zo is. Maar ja, het kan me wel voorstellen misschien soms dat het zo lijkt, ja. 2-0 is bij de rust. Maar toch lagen er heel veel ruimtes. Ja, ik zag het vanaf boven de tribune natuurlijk. Dat was even anders dan dat jij het zag. Maar er lagen ontzettend veel ruimtes. Ja, zeker. Vooral bij de backs van Hogeveen. Daar lag echt wel momenten. En hebben we ook een paar kansen die we gehad hebben. Net voor rust bij Raymond Slot. Dat Mike, die hem goed pakt op een 5 meter van Mike. Als die komt, dan ga je met 2 in de rust in. En ja, dan wordt het wel iets anders dan je met 2-0 de rust in gaat. Ja, ja, die 2-0 valt dan. En uiteindelijk de tweede helft. Dan komen jullie niet echt meer in de wedstrijden. Nee. Ik denk dat we toen weer te snel de lange bal gingen spelen. Terwijl we de eerste helft juist heel goed voetballen deden. Denk dat we weer te snel wilden. En ja, dan is Hogeveen die staat er met 4 van. Dan staat er echt wel een blok achterin. En die raak ik daar niet zo snel van onder de indruk, denk ik. Nee. Ondanks dat jullie het waarschijnlijk wel gaan redden, is het toch wel een beetje teleurstellend, hè? Tweede seizoen zelf. Ja, als je kijkt hoe we de eerste seizoen zelf hoeveel punten we toen gepakt hebben. En dat we nu na de winter nog maar 3 punten gepakt hebben. En 3 keer gelijk. Ja, dan is het, ja, kun je het best teleurstellend noemen. Ja. Ja, denk ik wel. Maar ja, ik zeg ook, ja, we moeten nog een punt. Maar er moet nog 2 wedstrijden. Tegen CVC nog. Ik weet niet wat die net gedaan hebben. Maar ja, het zou mooi zijn dat zij ook gewonnen hebben. Dat zij niet meer hoeven. Maar ja, ik bedoel, we moeten wel een punt halen. Het is nog 3 kwartier. En ja. Hopen dat we het gaan halen daar. Zeg je met een stalen gezicht. Ik kan het wel met een stalen gezicht, maar we zijn allemaal niet roomser dan de paus, denk ik. Of wel? Nee, wat mag duidelijk zijn, een puntje voldoende. Ja, CCC is er geloof ik al, hè? Maar 0-0 is voldoende, dus een bal een beetje rondspelen. Ja, ik weet niet, er zijn wel allemaal te veel voetballers voor. Ik denk niet dat we dat gaan doen. We maken er gewoon een wedstrijd van. En, ik hoop wel dat als we 10 minuten dat het nog 0-0 is, dat CCC niet denkt, we gaan alles op alles spelen om die 1-0 te maken. Maar ik denk dat we te veel voetballers ervoor zijn allemaal om te zeggen van we gaan daar 3 kwartier een balletje rondspelen. Ik denk dat gaat niet gebeuren. Echt niet? Ja, je weet nooit natuurlijk, Gerrit, je weet nooit, maar ik ga er niet van uit. Nee, ik ga er niet. Je nodigt mij niet uit om te komen filmen? Nou, je mag best komen, maar ik denk gewoon, we moeten gewoon een wedstrijd van maken. En dan moet we zaterdag tegen SVN, die moet ook alles waarschijnlijk nog geven en wij ook. Dus we zijn er nog niet, zeker niet. Wat moet er volgend seizoen veranderen? Ja, wat moet er volgend seizoen veranderen? Ik vind dat altijd een lastige vraag, maar ja, want ik wil niet zeggen dat we alles nog heel veel slechte dingen doen. Als je nu ook kijkt, ja, de eerste helft speel je hartstikke goed. Ik denk dat we gewoon veel meer moeten blijven voetballen en vertrouwen in onszelf. Ik denk dat dat een deel is, gewoon een deel vertrouwen. De eerste seizoenhelft kan dat ook, dus ja, waarom de tweede seizoenhelft niet? Ook een beetje pech met blessures en alles. Niks te nadelen van de jongens die erin komen, maar ja, je mist gewoon een bepaald aantal spelers, ja. Waar je de eerste seizoen wel op kon bouwen en nu niet, omdat ze geblesseerd zijn. Ja, ja, want ik dacht juist, Honteveld, ja, die is weer terug. Eindelijk eens een keer een seizoen niet tegen degradatie ver. Ja, zeker dan. Wij ook. En misschien is dat ook wel een punt dat we dat dachten dat we er misschien al wel waren. Ja, ongemerkt. En dat het toch niet zo is, nee. Ik heb met Jan Hagen wat over gehad, die oude garde. Ja, die is natuurlijk wel eens kritisch. Hoor je ze nu ook op dit moment? Ja, en ook misschien wel terecht. Ja, kom op, we pakken 3 punten naar de winter. Terwijl dat is wel onder ons niveau, zo simpel is het wel. Ja. Nou. Dinsdagavond CSC. Ja. Ben Battering zal meekijken. Ik hoop dat hij komt. Kan hij mooi met ons feestje vieren na die tijd.